Dan, Alexis, jij bent hier in Cheese to Meet, hier in Maarsen. Kun je kort uitleggen wie je bent, je achtergrond en wat je hier doet vandaag? Goedemiddag, mijn naam is Alexis van Dam en ik werk bij Connectional Minds. Wij visualiseren eigenlijk evenementen en doen wij door middel van live mindmaps te maken. Van congressen, bijeenkomsten, evenementen. En eigenlijk krijg je gelijk terug te zien wat er dus in een zaal gebeurt. En dat kan zowel in een zaal gebeuren, maar ook op internet. En wat we vandaag gedaan hebben, is dat je eigenlijk live op internet kan zien wat er dus daadwerkelijk in een zaal is gezegd door de presentator. Om in feite dus ook kan meevolgen wat er gezegd wordt. En dat is een soort digitale samenvatting van de hele discussie in Boom. Hoe kun je het vertellen, de methode? Hoe moet ik dat zien? Ja, eigenlijk is het een digitale mindmap. En een mindmap is eigenlijk een soort gevisualiseerde boom. En dan zie je eigenlijk een hoofd- en bijzaak onderscheidend wat er is gezegd. Dus hoe verder het uit, zeg maar, naar het midden komt, hoe minder belangrijk het is. En op basis van de hoofdstructuur, dus de hoofdtakken, kan je dus heel gemakkelijk terugkijken. En ook het volgen tijdens het evenement waar het over gaat. Want heel vaak dwalen mensen af, die tunen een beetje uit en waar is het vaak ook weer gebleven? En nu kan je, zeg maar, heel makkelijk kijken op basis van de hoofdtakken, waar was het ook alweer? En dan kan je gelijk inhaken. En een ander leuk middel is ook om eigenlijk vragen te kunnen stellen. En dat de vragen ook worden vastgelegd in de mindmap. En dat je ook die later weer kan teruglezen. En het is ook een heel mooi naslag om eigenlijk na afloop van het evenement ons even terug te kijken. Wat waren nou die goede tips van die spreker? Wat was nou het leuke voorbeeld in die ene website? Allemaal staan ze vastgelegd, heel gemakkelijk gewoon teruglezen. Oké, perfect. Als mensen meer willen weten van deze tool, waar kunnen ze dan terecht? Dan kunnen ze kijken op www.connectionofminds.com. Daar staat in feite het proces uitgelegd, wat we kunnen doen en ook heel veel mooie voorbeelden. Want bijvoorbeeld ook TEDx, Event 11, Event 12 en dit event. Dankjewel. Oké, dank je.